Nooit had ik gedacht nog een keer een marathon te lopen. Maar vlak voor de zomer werd dit ineens een grote wens. Mijn broers zeiden meteen ja en zondag 21 oktober is het zover. Ik ben Ulrika de Jonge en ik loop samen met mijn broer de TCS Amsterdam Marathon 2018. Mijn motto is Today is the future. Want er zijn altijd 100.000 excuses om iets niet te doen. Maar er is ook altijd één reden om iets wel te doen. 2 jaar geleden kreeg ik onverwachts de diagnose darmkanker. En daar ben ik stap voor stap eigenlijk ingegaan. En ja, je weet eigenlijk niet wat het met je leven doet. Het zet het eigenlijk volledig op zijn kop. Het gaat nu goed. Ik heb de laatste uitslagen gekregen en die waren gelukkig heel positief. Hardlopen is wel echt de basis voor hoe ik verder mijn leven kan leven. Als ik ga hardlopen, dan voel ik me echt heel sterk, vol vertrouwen. Ik krijg daar een heel positief gevoel bij en veel energie om de rest eigenlijk verder ook aan te kunnen. Die oerkracht om te leven komt echt naar boven. Nog meer, nog intenser, veel meer genieten. Ja, echt wat je vandaag kan doen, moet je nu doen. Ik voel me mentaal en fysiek heel erg sterk. En dan is die 42 kilometer, vind ik een ultiem toetje waarin je in zo'n gave stad gewoon rond gaat rennen. Veel mensen, veel publiek, je familie, vrienden om je heen. Samen met je broer gewoon een paar uur genieten. Dat is echt waar ik naar uitkijk.